Welkom bij deze video waarin ik je pixelhaken ga uitleggen. Pixelhaken is een techniek van haken waarbij je werkt met een soort van diagram, een schema waarin de afbeelding staat, helemaal verdeeld in hokjes. En dat zou je in theorie met elke willekeurige afbeelding kunnen doen. Er zijn ook websites waar je dit zelf kan maken van een afbeelding. Maar het gaat erom dat je eigenlijk dus elke keer een hokje haakt. En daar dus ook eigenlijk de afbeelding maakt door elke keer van kleur te wisselen. En dat kan bijvoorbeeld met de techniek corner to corner. Het kan ook met stokjes. Dan zou bijvoorbeeld elk hokje twee stokjes zijn. Dan krijg je een beetje vierkante vormpjes die je dan maakt. In mijn voorbeeld nu doe ik het met vaste. Dus ik ga in dit filmpje dit schema haken met vaste. En dat houdt in dat elk hokje één vaste is. Dus in dit geval heb ik een schema gemaakt van 20 blokjes. Dat houdt dus in 20 steken. En 20 toeren betekent dus ook gewoon hetzelfde 20 blokjes omhoog. Wat ik heb gedaan in dit voorbeeld is dat ik al de eerste twee toeren in het blauw heb gehaakt. Dus ik ben zeg maar hier begonnen heen. En ik ga zo terug, want dat is wel even belangrijk als je dus bij pixelhaken een schema leest. Is dat je dus goed moet doorhebben dat je als een soort heen en weer slinger door het patroon gaat. Dus aan deze kant begint toer 1. En als je die hebt gedaan, dan begin je dus aan deze kant met het lezen van toer 2. En als je dan die hebt afgemaakt, dan ga je naar toer 3 en die lees je dan weer vanaf deze kant. Dus dat is even heel belangrijk, dat je dus doorhebt dat toer 1, 3 en 5 zeg maar vanaf deze kant worden gelezen en de andere toeren 2, 4 enzovoort vanaf deze kant worden gelezen. Nou, in dit geval is mijn schema symmetrisch, dus dan maakt het niet uit. Maar als jij dus een hele wisselende afbeelding moet maken, moet je wel goed weten van ga ik vanaf rechts of vanaf links het schema lezen. Dus dat moet je even goed doorhebben per toer. Nou heb ik de eerste twee toeren al gedaan en dat zie je dus hier. Ik had de letter H van haken. En ik denk, nou, die eerste twee toeren met vaste, dat snap je wel. Het gaat eigenlijk meer natuurlijk wat ik laat zien zo meteen, de kleurwissel naar het geel. Dus ik heb de eerste twee toeren al gedaan. Dus ik heb een losse ketting opgezet. En daar heb ik 20 vaste met blauw opgezet. Ik heb een keer losse gedaan en ik ben weer 20 vaste teruggegaan. Dus ik ben nu eigenlijk aan het begin van de derde toer. En wat je dan ziet is 4 blauwe vakjes, 4 blauwe hokjes. Dat houdt dus in 4 blauwe vaste. En daarna krijg je dus de kleurwissel. Ik begin dus wel even met een keer lossen. Moet je even goed kijken in het patroon hoe dat er dan staat. Hè. Dat is natuurlijk per ontwerper verschillend of die wel of niet meetelt als steek. Dus dat moet je zelf even goed checken. Maar in dit geval doe ik dus even een keer lossen. En dan dus 4 blauwe vakjes, 4 hokjes. Betekent dus 4 vaste in dit geval. 1, 2, 3 en dan 4. En dan maken we die 4, dan maken we niet af. Want wat je dus gaat doen, de volgende steek moet namelijk al geel worden. Want je ziet hier, hè, die 4 blauwe vaste heb ik nu gehad en de volgende is een gele. Dus aan het einde van die vierde wil ik eigenlijk al kleur wisselen. Zodat ik de volgende steek gelijk met geel kan beginnen. Dus die vierde vaste die maak ik niet af, maar ik pak de kleur geel erbij. En die kleur geel die ga ik dus eigenlijk al aanhechten als ik die laatste vaste van de blauwe af wil maken. Dus ik pak de gele draad erbij, die sla ik om een naald. En dat haal ik dan door die twee blauwe lussen. Dan heb ik mijn vierde blauwe vaste dus afgemaakt. Dus ik heb hier nu op mijn haakwerk 4 blauwe vaste. Maar ik heb gelijk ook de kleur geel op mijn naald zitten. Om daarna dus verder te gaan met het patroon. En hier staan dus 4 gele blokjes. Dat zijn dus 4 gele vaste. Dus die ga ik nu haken. En even kijken. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. En de vierde, maar ook weer bij die vierde maak ik hem niet af. Want na die 4 gele moeten weer 4 blauwe komen. Dus ik moet eigenlijk in die laatste gele weer terug wisselen naar de blauwe toe. Dus ik ga nu hetzelfde doen
als daarnet. Ik heb de blauwe draad laten bungelen. Die hoef je niet mee te haken. Die laat je gewoon loshangen. En die pak je dus nu weer op. Dus die blauwe draad, die heb ik hier nog los. Die pak ik nu weer op. En die sla ik om mijn naald. En door die twee gele lussen. Zorg ervoor dat je de blauwe draad nu niet te strak aantrekt. Want ja, die loopt nu een stukje. Die moet je even overbruggen met waar je hem net zeg maar hebt losgelaten. Nu pak je hem vier steken later weer op. Dus je krijgt wel een los draadje aan de achterkant. Ik leg je zo meteen bij toer 2 even een techniek uit hoe je dat anders kan doen als je dit niet mooi of niet praktisch vindt. Maar voor nu laat ik hem dus even overbruggen. Pak ik hem hier weer op. Ik haal hem dus door die laatste twee gele lussen op mijn naald. Ik heb de vierde gele vaste afgemaakt en ik heb blauw op mijn naald om weer vier hokjes te haken. Dus ik ga nu weer verder met vier blauwe vasten. En ik laat de gele draad nu gewoon loshangen. Daar doe ik even verder niks mee. Die pak ik zo meteen weer op. En wat ik al zei, ik laat straks even een andere techniek. Die noem ik even hoe je dat anders kan doen. Maar in dit geval laat ik hem dus gewoon loshangen. We haken vier blauwe vasten. En nu ook weer, ik maak de vierde weer niet af. Want na die vier moet ik weer terugwisselen naar geel. Dus ik kijk weer even naar de achterkant van mijn werk. En ik pak de gele draad er weer bij. Die gele draad die sla ik om mijn haaknaald en haal hem door die twee blauwe lussen. Wat je soms merkt is dat die twee lussen op je naald een beetje gaan lubberen. Zorg dat ze niet te groot worden, want anders wordt het niet mooi. Dus als je dan die nieuwe kleur geel door zeg maar, de twee lussen hebt gehaald, kan je de blauwe draad weer een beetje aantrekken. Dan wordt de vaste weer wat strakker en wordt het weer wat mooier. Niet te hard trekken. Niet te veel kracht zetten, maar een klein beetje aantrekken. Dan wordt het net wat mooier, want dan is hij weer even groot als de andere drie vaste. We hebben nu de kleur geel weer aangehecht. Ook nu weer, trek hem niet te strak aan, want je hebt weer een losse draad aan de achterkant. Dus niet te strak trekken. En we maken nu weer volgens het patroon vier gele blokjes. Dus vier gele vaste. En ook nu geldt weer bij de laatste vaste gaan we weer terug naar het blauw wisselen. Dus die vierde die maken we weer niet af. We laten weer twee lussen staan. En we pakken de blauwe draad er weer bij. Even kijken. De blauwe draad die hangt nog los. Dus die pakken we er weer bij. Hè? Dus die laten we weer even vier steken overbruggen. We slaan hem om de naald en door de twee gele lussen. We trekken de gele draad weer een beetje aan, zodat de vaste weer wat mooier strak komt te zitten. We hebben de kleur blauw weer op de naald staan en maken volgens het patroon de laatste vier vasten. Gele draad laat je gewoon weer hangen. Je hoeft niks mee te haken. Dan heb je alleen maar kans dat het er doorheen gaat schijnen. Als je nu om de gele draad heen gaat haken, kan die er alleen maar een beetje door het blauw heen gaan schijnen. Dus we laten hem gewoon loshangen op de plek waar we hem hebben gelaten. Nou, zo hebben we dus de eerste toer gedaan. We hebben dus de blokjes gevolgd. Vier blauwe zijn vier vaste. Vier gele blokjes zijn ook vier gele vaste hier geworden. En zo hebben we de hele toer gedaan en in totaal dus 20 vaste. Nu gaan we keren. Want dat is wel wat je doet bij pixelhaken. Je keert elke keer je werk. Het is niet zo dat we nu afhechten en opnieuw aan de rechtse kant beginnen. We keren het werk en dat houdt in dat je even moet opletten. Want als we nu dus het werk gaan keren, dus even mijn bolletjes een beetje uit de knoop halen. Ze gaan een beetje om elkaar heen zitten. Dat is even het nadeel. Kijk, wat we dus nu dus gaan doen, kijk, je ziet hier dus elke keer dat je dus die draad hebt overbrugd naar de volgende kleurwissel, dan krijg je dus losse draadjes. Nou, ik zei net al, er is ook een alternatieve manier om dat te doen. Als je dit minder mooi vindt. Ik zou het ook zeker op een andere manier doen als je bijvoorbeeld een deken maakt. Als je deze techniek gebruikt voor een deken, dan krijg je allemaal losse lussen aan de achterkant van je werk waar je achter kan blijven hangen. En zeker bij een gebruiksvoorwerp als een deken kan je dan alleen maar blijven hangen en je haakwerk beschadigen.
Als het in dit geval een lapje wordt, zoals een kussensloop of iets waar in ieder geval een achterkant niet van wordt gebruikt en het komt gewoon zo vast, bijvoorbeeld tegen de muur te hangen of bij een kussensloop er tegenaan, dan maakt het niet zo heel erg uit en blijf je nergens achter hangen. Maar is het een deken of een mandje wat je maakt, dan is dit misschien minder praktisch. Wat je dan kan doen, is werken met losse bolletjes. Het is iets meer werk en je moet voordat je begint iets meer plannen. Maar wat je dan kan doen, is bij elke kleurwissel een nieuw bolletje aan hechten. Dat zou in dit geval dus betekenen dat je één los bolletje voor het blauw hebt, een los bolletje voor dit geel, ook weer een klein los bolletje blauw voor dit stuk, een los bolletje geel voor dit stuk en ook weer een los bolletje blauw. Wat je vaak ziet is dat mensen dan breivisjes gebruiken. Breivisjes, dat zijn van die kleine plastic houdertjes waar je een bolletje draad omheen kan draaien. En dan is je werk ook niet zo snel in de war, zoals je nu bij mij ziet gebeuren, dat al die draden met elkaar in de knoop gaan. Maar dan heb je gewoon hier een los breivisje met je blauwe kleur, eentje met je gele kleur, eentje met je blauwe kleur. En elke keer als je dus kleur wisselt, pak je gewoon weer de draad erbij die eraan vast zit van je breivisje. Dan werk je in dit geval dus met 5 bolletjes. Iets meer werk, maar daarmee voorkom je dus dat je dit elke keer moet overbruggen. Dus het heeft allebei voor- en nadelen. In dit geval, als je dus met gewoon 2 bollen werkt zoals ik, een blauwe en een gele bol, krijg je dus elke keer dat je de draad laat overbruggen. Je achterkant wordt wat rommeliger. Maar heb je breivisjes, dan heb je 5 bolletjes. Maar heb je in ieder geval niet deze achterkant. Dus dat is de keuze die je een beetje moet maken. In dit geval ga ik even door met deze techniek, dat ik dus het draadje elke keer meeneem. En dat is wel even een handigheidje als je dus aan de achterkant van je haakwerk bent. Want we gaan dus nu verder, we hebben toer 3 gedaan, we gaan naar toer 4. Even kijken, hè. We zijn 1, 2, 3, dus 4 begint aan deze kant. Dus we beginnen nu vanaf links met lezen. Dat houdt in 4 blauwe en dan gaan we weer een kleurwissel doen. En daar moet je even opletten, want dan verandert er iets. Ik ga gewoon nu weer eerst die 4 vaste met blauw haken. En natuurlijk weer in die 4e ga ik weer kleur wisselen, dus dat verandert niet. Dus in die 4e, kijk, dus die 4e heb ik nu gehaakt, maar ik maak hem niet af. Het 5e hokje is geel, dus ik moet wisselen naar de gele kleur. Dan pak ik geel erbij en geel die hangt hier nu aan de voorkant. Dus in zoverre is het vrij makkelijk voor mij om geel erbij te pakken, want die heb ik aan deze kant al hangen. Die sla ik om. Dan zie je al dat mijn blauwe lussen een beetje te groot worden, dus die moet ik weer even wat kleiner maken. Kijk, en die gele haal ik er nu doorheen. En ik ga verder met geel. Maar, waar je nu even moet opletten. Ik kijk nu naar de achterkant van mijn haakwerk, waar die draden lopen. Dit is de voorkant. Ik wil die losse blauwe draad natuurlijk niet aan de voorkant hebben. Dus voordat ik nu verder kan haken met de kleur geel, moet ik die blauwe draad naar deze kant halen. Dus die blauwe draad die moet ik naar de kant halen met alle draden. Want anders dan gaat hij hier aan de voorkant zitten. En dat wil ik natuurlijk niet, want hier komt straks mijn mooie afbeelding. Dus je moet goed opletten als je bezig bent met zeg maar de achterkant zichtbaar, dat je de draden die je even niet gebruikt naar deze kant van je haakwerk haalt voordat je verder kan haken. Dus ik heb de blauwe draad naar deze kant gehaald en ik ga verder met geel en ik haak weer 4 vaste. Maar dat is even dus een handigheidje, dat op het moment dat de achterkant dus zichtbaar is, dus dat je aan de achterkant van je haakwerk bezig bent, dat dus de draad die je even niet gebruikt naar deze kant moet halen. Want anders dan is hij zichtbaar aan de goede kant van je haakwerk. En dat wil je natuurlijk niet. Mocht je nou jezelf erop betrappen dat je dat vergeet. En dat je elke keer weer denkt, chips, die draad zit aan de verkeerde kant. Wat je dan kan doen, en dat is vaak een handig hulpmiddeltje. Je pakt even een steekmarkeerder. En die steek je even ergens in een steekje aan deze kant. En dan kan je jezelf gewoon helpen herinneren. De draden moeten altijd naar deze kant waar de steekmarkeerder zit. Dus zorg dat de draden, die je dan op dat moment even niet gebruikt, dus in dit geval dus de blauwe draad, aan deze kant van je haakwerk blijft.
En dat geldt zometeen ook met de gele draad. Die moet aan deze kant blijven. Want anders dan ga je straks losse draden krijgen aan de goede kant van je werk. En dat wil je natuurlijk niet. Er moet één kant natuurlijk heel mooi blijven. Eén kant, daar mogen de draden weggewerkt worden. Nou, ik heb 3 vaste gedaan in geel. Ik ga de 4e doen. Volgens het schema weet je dan weer, hè, als naar 4 moet ik weer wisselen naar blauw. Dus ik maak die 4e gele vaste niet helemaal af. En ik pak de blauwe draad er weer bij. De blauwe draad had ik dus goed aan deze kant gehouden. Die sla ik om. En die haal ik door die 2 gele lussen. Bedenk goed, voordat je nu doorgaat, dat die gele draad die je nou niet meer nodig hebt, naar deze kant haalt. Dat is even heel belangrijk. Denk dus aan je steekmarkeerder. Hè. Deze kant moet die op. En dan kan je verder met je blauwe kleur en kan je weer 4 vaste gaan haken. Maar belangrijk dus, na de kleurwissel, voordat je verder haakt, haal de draad naar deze kant van je werk. Dus ja, je kijkt nu eigenlijk naar de achterkant van je werk. En daar moeten de draden heen. Even kijken. Ik heb 3 vaste in blauw gedaan. Ik doe de 4e. Die maak ik weer niet af. Ik pak de gele draad er weer bij. Ik sla hem om. Ja, want volgens het patroon moet ik nu weer 4 gele gaan haken. Dus de gele draad heb ik omgeslagen. Ik haal hem door de 2 blauwe lussen. En ik kan weer verder met de gele kleur. Maar ik werk aan de achterkant, dus de blauwe draad moet eerst mijn kant op, voordat ik verder kan haken. Af en toe even de draad weer een beetje strak trekken, dat je vast ook de goede vorm krijgt. En we gaan weer verder met geel. En daar doen we dan weer 4 vaste mee volgens het patroon. En de 4e maken we dan weer niet af. We pakken blauw er weer bij voor de laatste 4 vaste. We slaan de draad om, halen hem door de 2 gele lussen. De gele draad moet weer naar deze kant. Let op, niet vergeten. En dan gaan we verder met de laatste 4 vaste. En dat zijn 4 blauwe. 2, 3. En, oh, wel goed doen. De 4e. Nou, en zo heb je dan 2 toeren gedaan. We zitten nog steeds op 20 vaste. En we hebben op de juiste plek gewisseld van kleur. En zo hebben wij toer 3 en 4 van het schema gedaan. Nou ja, een aantal tips dus even. Kijk goed of je dus kiest voor het meenemen van de draad. Of dat je dus gaat kiezen voor de optie met losse bolletjes. Daar maken we ook nog wel een keer een video over. Om die techniek uit te leggen. Want dan werk je dus met 5 losse bolletjes. En elke keer pak je gewoon het volgende bolletje erbij. Maar het kan dus ook op deze manier. En let er dus op het moment dat je haakt met deze kant naar je toe. Dat ook de draden die je op dat moment even niet gebruikt. Hè, zoals deze gele draad. Ook aan deze kant van je haakwerk blijft. Hè, want als we dus nu verder gaan. Dit zou dan toer 5 worden. Toer 5 beginnen we weer aan deze kant. We hebben de goede kant naar voren. Dus nu blijven de werkdraden ook gewoon aan de achterkant. Dus nu hoef je de draden die je even niet gebruikt, hoef je niet naar voren te halen. Want ze zitten al aan de goede kant. Dus als we dus nu weer 4 blauwe vaste moeten haken. Even kijken. 1, 2... 3, 4 en we gaan hier dus weer naar geel wisselen. Dan pakken we geel erbij. Ja, die hangt al aan de achterkant, dus dat is makkelijk. En de blauwe blijft gewoon aan de achterkant hangen. Dus die hoeven we nu niet naar me toe te halen of zo. Ik laat hem gewoon hangen, want het is al de achterkant van het werk. Dus dat is prima. Dus die blauwe draad hoef ik nu niet naar voren te halen. Ik kan gewoon verder met de gele draad. En die blauwe draad die blijft gewoon hangen. Dus daarom ook de steekmarkeerder als herinnering. De steekmarkeerder zit aan de andere kant. Dus daar blijven ook de draden. Dus ik kan deze toer gewoon afmaken. Dit is weer de 4e gele. Dus die maken we weer niet af. Ik pak blauw er weer bij. Denk opnieuw, trek hem niet te strak. Want dan trek je je werk helemaal krom. Geel weer een beetje aantrekken. We hebben blauw weer op de naald staan. En we gaan weer door. Met, even kijken, 4 blauwe vaste.
Even kijken of mijn draden niet in de war komen. Even kijken. En vier blauwe, zei ik. Die vierde maak ik weer niet af. Ik wissel weer terug naar geel. Dus die pak ik er weer bij. Die slaan we om de naald. En we doen vier gele vaste. Even kijken dat ik goed insteek. Vier gele. En de laatste maak ik weer niet af. Ik pak de blauwe draad er weer bij. Ik laat de gele draad gewoon weer hangen. Die hoeft niet naar mij toe gehaald te worden. En we maken vier blauwe vaste. En zo hebben we toer 5 ook gedaan. En dat is pikselhaken. Veel succes!